Als ik nou tegen iemand anders kan spelen die ook niet gespeeld heeft, dan zit je een stuk beter. Maar... Die je gewoon nu gaat beginnen. Ja. De kant van het scherm is gas, de linkerkant is rem. Gewoon je duim erop houden, gas? Ja. Oh, oké. Okay. Dit kun jij. Ja, ik denk het. Ik weet het, het is geen Formule 1, maar kijk, daar gaan we al. Hoppatee. krijg meteen een zetje van die nummer 21 daar. Snap je hem al een beetje? Ah, dit moet hem zijn. Is het intuïtief of niet? Tot nu toe gaat het prima zo, ja. Ik blijf maar gassen. Hup, nummer 1. Kijk, hop. Ja, dan krijg je chicane. Ja, is wel lekker zo. Gaming heeft toch meteen zo ontzettend veel interfaces van zo'n iPad wat het laat zien, hè? Je moet trillen als je ergens in. Ja, nou, eigenlijk constant, want ik zit of tegen een andere auto of ik rij even het zand heen. Okay. Ik mis een beetje het display. Heb jij daar ook nog een pad voor, dat je ziet hoeveelste ik rij? Of kijk ik gewoon niet op mijn eigen toetsenbord? Ik rij 60 miles per hour, dat zie ik dan nog. 43 seconden. Ik vind dat je best goed doet. 4 van de 6 ronden. Dank je, Matthijs. Ah, gaat aardig zo. Nou, eindelijk even een stukje rechtend. Dan zou ik zo even remmen. Dat doe je eigenlijk nooit, hè, bij racespelletjes. Nee, remmen. Gewoon remmen, ja, precies. Remmen, dat is... in een virtual life heb je gewoon mazzel. Dan kan je weer opnieuw beginnen als je niet remt. Met zo'n rijstijl word je meteen geband van de kartbaan. Wat een held, hij kan het nu al. Ja, dat gaat wel leuk. Ik wou eigenlijk even tegen Lode Broekman racen. Dat, 2 van die pads, maar toen bleek op dat andere iPad dit spel niet te staan. Real race. Een deceptie weer.